Ja, dames, pastelkleuren en natuurlijk bij een babyborrel, daar hoort er een taart bij. En we gaan niet zomaar een rij cupcakes of zo gaan bakken. Nee, we gaan direct voor het stevige werk en ik wil toch, het is misschien overdreven, maar ik wil toch op die hoogte uitkomen. Heel veel pastelkleuren langs de buitenzijde, maar we gaan zorgen dat die kleurtjes ook langs de binnenzijde terugkomen. Dus we gaan heel felle kleurtjes boven elkaar, dat we een echte rainbow cake, maar dan in pastelkleuren kijken. Ik ga eigenlijk gewoon een kat-rekaar cake maken. Waarom doe ik dat? Eén, dat maakt wel iets gemakkelijker. Maar anders heb ik ook gewoon het risico om met die een biscuit een toren van pizza te krijgen. Hè? Ja. Dat hij scheef zakt. Ja, en ja, dat gaan we toch wel vermijden. Daarvoor is het te lekker. We gaan eraan beginnen. Hè. We gaan ons wat verdelen misschien. Misschien dat jij al kunt beginnen met het invetten van die bakblikken. Ja. En dan komt er van onder, om zeker te zijn, nog een bakpapiertje. Ja, Vicky, vier gelijke delen. Ja. Ik doe het makkelijkste werk. Ik neem al een halve kilo van die margarine hier. Ik ga dat opkloppen met een halve kilo suiker. Misschien kun jij dat al afwegen. Ja, ik neem suiker. Ja, niet missen, hè. Nee. Dat we geen zoutcake bakken. Hè. Vier gelijke delen, dus ook een halve kilo bloem. Dat is er al redelijk luchtig geklopt ondertussen. En ik ga nu al onze kleur toevoegen. Dat dat heel mooi kan mengen voordat die bloem erbij gaat. Ik ga drie kleuren maken. Ik wil rood, geel en lila. Okay. En dan zou ik eigenlijk nog plus van al in rood drie tinten hebben. In geel drie tinten en in lila. Dus we hebben negen kleuren nodig. Onze tien eieren. Dat lukt nog wel hoor. Is dat je dat nog veel doet? Ja, eigenlijk wel. Is het echt? Ja, heel veel. Dus ik heb hier de juiste man erbij in de keuken. Voilà. Mag ik het er al bij? Kip er maar bij. Je hebt dat perfect afgekomen. Alsjeblieft, ja. Voilà. Hoe zou het zijn met ons taart vormen? Komt dat goed? Ja, dat komt goed. Ik heb alles. Oh, voilà. Perfect. Dan kunnen wij al één in de vorm doen. Ja, die heeft een mooie kleur. Zijn jullie er content van? Ja. Je ziet dat ik soms een beetje een smospot ben, hè? Ja. Je bent ook nog jong, hè, Wim? Ja, ook niet zo jong, hè. Ik zou toch ook al ver drie kinderen kunnen hebben, denk ik. Ja. Onze eerste is klaar. We hebben er negen nodig. Ja. Drie kleuren en drie verschillende tinten. Maar we zijn met drie, dus als we wel drie taarten maken, dan zijn we er. Ja, vooruit. En ik heb er maar twee meer te doen, dus ik heb al een beetje voorsprong. Ja, oké. Ja, onze biscuits of onze kat-rekaar-cake zijn ondertussen klaar. Je ziet, die kleurtjes beginnen al tevoorschijn te komen. En ik begin nu de leuke job. Hè. We gaan dat, al die kleuren gaan samenvoegen, echt tot die rainbow cake. Dat de, als je dan een schelke taart snijdt, dat je zo al die kleurtjes boven elkaar ziet. Eén van jullie twee mag gewoon als slagroom opkloppen. Ik heb een vrij vette room, dat is 40%. Dan wordt die goed stevig, want dat is wel belangrijk. En we gaan niets van suiker toevoegen. Heel naturaal. Dat moet gewoon dienen om die laarsjes aan elkaar te kleven. Ik ga die in laagjes snijden. Misschien kan jij al beginnen met kleuren van marsepein. Ik wil terug die mooie pastelkleuren. Mooi kneden. Ja. Gebruik je lichaamswarmte om die marsepein schoon te laten versmelten met die kleurstoffen. Voilà. Ik heb al mijn kleurtjes klaar. Nu moeten we even jullie vrouwelijke smaak laten gelden om te zorgen dat we de juiste kleurencombinaties maken. Hè. Ik denk dat we gewoon moeten beginnen bij de gele, onderaan. En dan als het ware een beetje zo een zonsondergang opbouwen. Gele van onder, je slagroom ertussen. Niet te veel tussen, net voldoende dat hij plakt. En dan de volgende kleur. En dan de volgende kleur, hè. Wat gaan we doen? De zalmkleurige, hoe noemde dat? En zo verder doen, hè. Mag ik het aan jullie overlaten? Ja. Ik ga ondertussen uw fantastische marsepein al uitrollen om hem dan mooi te gaan bekleden. Dat is al één stuk. Nu de volgende. En, een toren bouwen, hè. Ja, goed. Dat begint erop te trekken. We hebben onze drie cakes hier al, met onze kleuren. En dat is een beetje mijn truc, om altijd je taart iets groter te doen lijken dan dat ze echt is. En dat is gewoon een plastieke kom. Ja.
die ook bekleed is met die witte rolmarsepein. Ja, niet eetbaar. Voilà. Oké, dus we gaan hier nog een klein beetje afwerken. Ja. Maar die knopjes zijn uiteraard ook geen echte. Hè. Dus dezelfde witte rolmarsepein, of dan de andere kleurtjes, die we in een soort van mal gaan duwen. Ja. Dat is een beetje gelijk met plasticine spelen. Ja. En als je dat gewoon draait, dan hebben we een fantastische knop. Hè. Ja. En dan kunnen wij beginnen met de taart op te bouwen. Hè. En dat begint er ondertussen gelijk een echte taart uit te zien. Hè? Een hoge taart. Een hoge taart, hè?